Dus check jouw verwachtingen en stel nou... Shit, is dit nou mijn struggle? Deze kitchen? Oké. Nog een keer. Ik ben Paulien en ik ben trainer bij Young Capital. Ik ga jou vertellen over hoe jij kan omgaan met teleurstellingen. Nou, één geruststelling, teleurstelling dat overkomt je nou eenmaal regelmatig. Het leven dat loopt nou eenmaal niet altijd zoals je plant. Nou, sterker nog, je kunt er nu eenmaal van uitgaan dat je het aankomende jaar nog wel een paar keer teleurgesteld gaat worden. Je hoeft dus ook echt niet te gaan proberen om dit altijd maar te voorkomen. Maar wat je wel kunt doen, is gaan kijken hoe je ermee kunt omgaan op het moment dat het gebeurt. Dus als jij wordt teleurgesteld, dat je weet wat je kunt doen. En daarnaast kun je ook eens kijken, word je nou echt vaak teleurgesteld? Ja, dan is het fijn om eens te kijken hoe je het minder vaak kunt laten gebeuren. Nou, hoe? Daar ga ik jou mee helpen in deze video. Laten we eerst eens kijken naar wat teleurstelling is. Teleurstelling, dat houdt in dat de realiteit anders is dan je verwachting van die realiteit. Dus een voorbeeld hiervan is, je hebt een reclame gezien van een all-inclusive vakantie in Spanje. En het ziet er op de televisie allemaal heerlijk uit. Het is er lekker weer. De mensen zijn aan het lachen, die zijn allemaal aardig. Het eten is er lekker. Het is er allemaal spotgoedkoop. Dus alle reden voor jou om deze vakantie te boeken. Nou, natuurlijk doe je dit en vervolgens kom je daar aan en alles blijkt tegen te vallen. Dus het weer is er niet lekker. De mensen zijn onaardig. Het eten is vies en het is er allemaal hartstikke duur. Nou, dat is rot en jij raakt teleurgesteld. Nou, dat is vervelend. Daarom kun je eigenlijk teleurstelling ook wel zien als een mini-rouwproces om iets wat jij had verwacht. Nou, je neemt daarbij eigenlijk afscheid van een mentaal beeld van een bepaalde situatie, wat er eigenlijk nooit is geweest. Ik ga jou tools geven hoe om te gaan met een teleurstelling op het moment dat het zover is. En ik ga dat doen aan de hand van een voorbeeld. Je hebt gesolliciteerd op een baan die jij super graag wilt en je wordt helaas niet aangenomen. Hoe ga je daarmee om? Ten eerste, neem eens eventjes de tijd en de ruimte om hiervan te balen. We zijn best wel vaak geneigd om meteen door te gaan en eigenlijk niet te accepteren dat het even een vervelende situatie is. Maar laten we eerlijk zijn, het is nou even een situatie die je niet zag aankomen. Je had deze situatie eigenlijk heel anders in je ogen. Je verheugde je zo op deze baan. Dus neem je eventjes de tijd voor. Praat erover met vrienden of vriendinnen, met je vader of je moeder of iemand anders bij wie je heel comfortabel voelt. En geef het vervolgens een plekje. Nou, ten tweede, probeer om te denken. Nou, wat is nou omdenken? Met omdenken maak je mogelijk dat je de teleurstelling transformeert in mogelijkheden. Nou, een trucje om dit te doen is letterlijk door te formuleren hoe de situatie er nu uitziet. Dus bijvoorbeeld, ik heb de baan niet gekregen. En wat je vervolgens doet is, je voegt hier aan toe, en nu, puntje, puntje, puntje. Dus, ik heb de baan niet gekregen, en nu, nou bijvoorbeeld, ga ik op zoek naar een nieuwe baan. Of, ik heb de baan niet gekregen, en nu ga ik eens uitzoeken wat mijn banenkans is ergens anders. Of, ik heb de baan niet gekregen, en nu ga ik eens heel goed uitzoeken wat ik naar mijn vorige sollicitatie nou niet zo goed heb gedaan. Dus kortom, wat je doet met omdenken is meteen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Je hebt als eerste stap eigenlijk de situatie geaccepteerd en voor nu ga je op zoek naar nieuwe kansen. Nou, natuurlijk zijn de nieuwe kansen niet meteen zichtbaar, maar het is wel goed als je hier naar op zoek gaat. Nou, dat is de kunst van omdenken. Nou, ten derde, probeer eens te kijken naar wat jij kan leren van deze nieuwe situatie. Ten eerste, leg eens jouw teleurstelling onder de loep en probeer eens te bekijken wat dit zegt over jouw waarde. Als je eens nagaat wanneer jij nou teleurgesteld bent geraakt, dan zal dit ongetwijfeld iets te maken hebben met een waarde die voor jou heel belangrijk is. Nou, wat zijn nou precies waarden? We hebben het eigenlijk in het dagelijks leven best wel vaak over normen en waarden. En daarvan zijn waarden zijn bepaalde thema's die voor jou heel belangrijk zijn. Dus je kunt eens kijken naar deze lijst. En op deze lijst zie je een heel aantal waarden staan. En op de eerste blik lijken die eigenlijk allemaal waarschijnlijk wel in een bepaalde mate belangrijk voor jou. Maar kijk je er nog even net iets kritischer naar, dan zullen er een aantal uitspringen die nog belangrijker voor jou zijn. Dus die jij heel belangrijk vindt in het leven. Nou, dat is nou net het ding bij teleurstellingen. Als jij teleurgesteld bent, is de kans best wel groot dat een bepaalde situatie of een persoon of jijzelf maakt dat deze waarde niet tot z'n recht is gekomen. Ik kom nog eens terug op het voorbeeld van de baan. Je bent dus niet aangenomen voor een baan. Dat was vervelend. Nou, dat kan dus heel veel zeggen over een waarde die voor jou heel belangrijk is. We gaan hier eens eventjes op inzoomen. Wat kan het namelijk betekenen? Nou, ten eerste kan het
zijn dat jij het heel vervelend vindt dat je daardoor niet financieel onafhankelijk bent. Dat je nog steeds financieel afhankelijk bent van jouw ouders. Nou, wat zegt dat over jouw waarde, namelijk financiële vrijheid of überhaupt vrijheid? Het kan ook zo zijn dat het een grote inbraak is op jouw zelfvertrouwen. He, dat jij eigenlijk heel erg twijfelt aan wat jij nog wel kan. Ben ik wel geskild genoeg voor deze baan en wat kan ik überhaupt? En het kan zijn dat het iets zegt over de waarde die jij heel belangrijk vindt en dat is zelfvertrouwen. De teleurstelling zit hem dus in het feit dat een bepaalde waarde die voor jou heel belangrijk is, niet tot uiting heeft kunnen komen. Deze is hiermee als het ware beschadigd. Nou, wat jij kunt doen in deze situatie is om te kijken hoe je deze waarde alsnog tot uiting kan laten brengen. Of alsnog deze kunt herstellen. Nou, bijvoorbeeld, hè, jouw zelfvertrouwen is enorm beschadigd omdat jij niet bent aangenomen voor de baan die jij zo graag wilde. Dan kun je eens een cursus volgen of tips vragen of een boek lezen over het voeren van sollicitatiegesprekken of over zelfvertrouwen in de brede zin van het woord. Nou, wat je kunt doen is, zoom eens in op jouw teleurstellingen. Haal de waardenlijst die je hier ziet in de slide of Google eens op waardenlijst. En kijk eens welke waarden voor jou belangrijk zijn en kijk eens wat je kunt doen om deze waarden te herstellen bij teleurstelling. Oké, dan nogmaals, je ontkomt dus niet aan teleurstellingen. Het zal je regelmatig overkomen dat jij toch teleurgesteld gaat worden. Maar overkomt het je nou echt heel vaak, dus word je echt heel vaak teleurgesteld, ja, dan is het wel eens goed om te gaan kijken hoe dat komt en hoe je er dus voor kan zorgen dat het minder vaak gaat gebeuren. Nou, word je nou vaak teleurgesteld, dan is de kans heel groot dat jij irreële verwachtingen hebt. Dat kunnen zowel te hoge verwachtingen zijn als te lage verwachtingen. Nou, te hoge verwachtingen kunnen er dus natuurlijk voor zorgen dat jij op de korte termijn meteen teleurgesteld wordt. Heb jij een hele hoge lat voor jezelf? Bijvoorbeeld in de situatie van de baan. Dat je eigenlijk denkt, dit sollicitatiegesprek gaat me hartstikke goed af. Ik word sowieso aangenomen en ik word de allerbeste in mijn vak. Ja, dan is de kans natuurlijk heel groot, of in elk geval aanwezig, dat jij meteen teleurgesteld gaat worden. Te lage verwachtingen kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Ik kan me voorstellen dat je nu denkt van ja, oké, dan heb ik wel lage verwachtingen, want dat is veiliger. Klopt, op de korte termijn zal de kans dan klein zijn dat jij wordt teleurgesteld. Ga je er totaal niet van uit dat je wordt aangenomen voor de baan, dan zal de kans op een teleurstelling heel klein zijn. Maar op de lange termijn is dat heel gevaarlijk, want dan is de kans heel groot dat je achteraf denkt van ja, ik heb mezelf ook niet echt uitgedaagd om deze baan te krijgen. Dus zowel te hoge als te lage verwachtingen zijn eigenlijk niet gezond. En daar word je eigenlijk op den duur heel ongelukkig van. Nou, wat kan je nou wel het beste doen, is gezonde verwachtingen creëren. Dat kan je ten eerste doen door heel gedetailleerd uit te denken, wat is mijn verwachtingspatroon? Dus verheug je jezelf ergens heel erg op, verheug je jezelf heel erg op het krijgen van die baan. Ga dan eens goed bij jezelf na of jij daadwerkelijk deze verwachting kunt waarmaken. Dus heb ik de juiste skills voor deze baan? Heb ik mezelf daadwerkelijk goed voorbereid op het sollicitatiegesprek? En hoeveel medesollicitanten zijn er? Op die manier kun je al een beetje inschatten hoe reëel jouw verwachting is. En of je niet te hoog of niet te laag is. Maar wat nog meer een gezonde verwachting maakt, is dat je er eigenlijk wel van uitgaat dat er altijd een alternatief scenario is. Dus dat eventueel jouw verwachting niet uitkomt. Dat is ook heel reëel. Pin jezelf dus vooral niet te veel vast aan de uitkomst van een verwachting. En ga altijd uit van een alternatief scenario. Op die manier kun je dus voorkomen dat je teleurgesteld gaat worden. Dus om het nog even samen te vatten, hoe om te gaan met teleurstellingen. Nou, ten eerste, even balen mag. Sterker nog, dat is hartstikke goed. Ten tweede, probeer om te denken. Dus de situatie is anders dan je had verwacht. En probeer eens te kijken, wat kan je nu doen? Denk aan ja en nu. Nou, en ten derde, kijk eens wat je kunt leren hiervan. Een teleurstelling zegt hartstikke veel over jezelf. Dus probeer uit te zoeken welke waarde hierbij hoort en hoe je deze kunt herstellen. Dan gebeurt het jou nou echt heel vaak, dus word jij vaak teleurgesteld. Dikke kans dat jij irreële verwachtingen hebt. Dus check jouw verwachtingen en stel bij waar nodig. Succes! Kunnen we heel even mij helpen met de succes? Ik ben nog aan het zwemmen.